Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redix Gaming. En de giveaway is aangekondigd, de nieuwe giveaway is begonnen. Meedoen kan via de link in de beschrijving en het werkt eigenlijk net zoals bij de vorige twee giveaways. Je kunt daar allemaal opdrachten doen, bijvoorbeeld sub op YouTube als je dat nog niet bent. En like op Facebook, dat soort dingen. En hoe meer van die dingen je volbrengt, hoe meer entries je krijgt, hoe meer entries je hebt, hoe meer kans je maakt om te winnen. Het verhaal is ondertussen bekend. De PC hebben jullie al gezien. We zijn een beetje een time travel aan het poelen. De PC hebben jullie al gezien in elkaar. Maar dat hebben wij dus straks geschoten. De PC zit nu nog niet in elkaar. En dat ga ik vandaag met jullie doen. Je kunt dit dus allemaal winnen. Een Core i9-11900K. De allernieuwste en allersnelste chip van Intel. Een witte 3070 van Gigabyte. Zou het misschien gesponsord zijn door Gigabyte, deze giveaway? Dankjewel, boys. 6 stuks van de duurste fans ooit. Deze zijn €33 per stuk. Maar ja, wit hè. We wouden deze giveaway per se alles wit. Dus dit is het geworden. Een PCIe 4.0 SSD van 1 terabyte, ook van Gigabyte Aorus. 16 GB Aorus werkgeheugen. Een all-white cooler van Corsair. Dit is de H100i Elite Capellix. 240 mm radiator en witte fans, witte slangen, alles wit. De voeding, wat? Deze voeding is zwart. Ja, de voeding, maar ja, die zien we niet. Maar de voeding is zwart, sorry. Van Cooler Master, 750 watt SFX voeding. Want het is natuurlijk een O11 Dynamic Mini. Z590 Vision port van Gigabyte, ook wit. Met de nieuwste Z590 chipset, bla 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 bla. En tenslotte, en ik heb nu alles hier voor de case gezet. De PC O11 Dynamic Mini Snow Edition. Dus dit is niet de normale White Edition. Die heeft nog delen die niet wit zijn. De Snow Edition heeft letterlijk alles wit. Behalve die, hoe heten die dingen in het Nederlands? In het Engels heten ze rubber grommets. Want zo noemt Linus ze. Die rubberen kabeldingen. Ja, ik ga alles gewoon uitpakken. André, wat lief dat je dat aanbiedt. André gaat me even helpen met uitpakken. Tot zo. Welkom terug. Mijn lieftallige assistent André staat weer achter de camera waar hij hoort. En ik sta bij dit superstrakke witte bord. De hele onderkant van het bord is bedekt met armor plating. En het is allemaal heel strak, geen gamer uiterlijk. Het is ook niet echt een gamer moederbord. Volgens mij de Vision-lijn is een beetje van die, gaat meer die creator kant op. Maar dat hele strakke en die witte afwerking, dat past natuurlijk perfect bij deze build. Dus het was best wel een no-brainer eigenlijk. Nou, ik ga beginnen met de prep van het MOBO. Ik ga eerst even de CPU plaatsen. En die gaat er dan. Zo gaat hij erin. Even de wiggle. Dan gaat die zo. En die komt eraf. Dan ga ik deze SSD installeren. Alleen we gaan natuurlijk niet die koperen heatsink erop laten zitten. Want dat past niet echt bij de rest van de build. Dus ik ga deze even slopen. Sorry Gigabyte. Daar is de saaie kale SSD. Bij deze twee staat Southbridge. M2 Southbridge. En bij deze staat M2 CPU. Dus ik ga hem gewoon in die duwen. Dat is waarschijnlijk het snelste. Ik ben me dan niet op vast. Omdat dit een mini-case is, moeten we even een bracket in de case bouwen voordat er een ATX-bord in kan. We gaan het MOBO erin droppen. Gewoon een brik, keihard schreeuwen weer. Het allerspannendste deel van het bouwen van een computer. Het moederbord vastschroeven.
We hebben het moederbord vastzitten, dus we kunnen de front IO gaan doen. Deze komt weg. Boah. Als ik iets minder hyped overkom dan ik zou moeten zijn, want ik beloof je, ik ben heel erg hyped over deze beeld, ik vind het echt heel sick. Komt dat doordat het echt, echt heel warm is hier. Oh ja, trouwens, dat is ook wel cool. Dit plaatje kun je verwisselen en het andere plaatje wat erbij zit, dit plaatje zit er ook bij en die vinden André en ik allebei mooier dan die er standaard op zit. We kunnen die beter nog niet erop zetten, want we weten nog helemaal niet hoe om dat blok komt. Deze even vastzetten. Even kijken hoe we dit gaan doen. Wat is mooi. Uit, we zijn weer terug. André heeft me even geassisteerd. We hebben deze kabels, die liepen hierheen. Maar dan zag je ze gewoon lopen hier, dus we hebben ze achter de radiator weggewerkt. Dus we gaan nu even de koeler vastzetten. We hebben ook al, denk wel 5 minuten besteed aan bedenken hoe om we de koeler gaan doen. En uiteindelijk hebben we voor de minst spannende optie gekozen. Zo. Ja. We weten nu hoe om dit ding komt, dus we kunnen deze opzetten. Oh, ik ben retarded. Dat schroeft natuurlijk helemaal niet hierin, dat schroeft daarin. Dus ik moet het, dus ik moet het eerst erop klikken. Zo. Zie jij het? Beetje. Ik zie het voor geen meter. Een eigen handset ervoor. Nu moeten we deze kabel even een beetje netjes naar achter het moederbord krijgen. Corsair Commander Pro, die krijg je bij die koeler. En dat is best wel insane value dus. Want in principe kun je hier je hele kast mee van RGB en fans voorzien. En die QL's die gaan we nu ook allemaal installeren. Maar voordat ik dat doe, moet ik even de CPU power kabels insteken. Want daar kom ik anders niet fatsoenlijk meer bij. Is nice, ah. Je hebt mod flex en mod mesh. En ik heb eigenlijk bijna altijd met flex gewerkt. Dus ik vind het wel leuk om een keer mesh te zien. Mesh is wat minder flexibel en die kleuren zijn wat helderder. In principe is mesh mooier. Mesh is ook wat stijver. Dus als je het eenmaal. Het is een beetje kloten om ze in de goede vorm te krijgen. Maar ze, doordat ze wat stijver zijn, zijn het wel altijd mooie, ronde runs die ze maken, zeg maar. Ja, nou ja, deze is eigenlijk spek en bonen, want hier komt gewoon echt vol een fan tegenaan. Dus hier zie je echt alleen dit randje nog van deze kabels zo meteen, maar goed. Dat is altijd vervelend bij builds waarvan ik weet dat ze super vet worden. Dan heb ik geen zin om te cable managen. Dat is gewoon een dingetje. Dan wil ik wil zo graag deze kant af hebben en deze kant boeit me dan helemaal niet, zeg maar. Maar ik zal speciaal voor jullie vandaag wel gewoon heel mooi cable managen. Kijk, natuurlijk gun ik het jullie van harte om deze PC te winnen. Maar tot nu toe heb ik nog niet echt gehad van die had ik zelf ook wel willen hebben. Maar deze zou ik zelf ook wel willen hebben. Maar ik heb ook een hele mooie PC. Niks te klagen. Met een mooie kras! Goedemorgen. Het is maandag. Het is de dag dat de aankondiging van de giveaway online moet. En wij zijn nog niet klaar. Dus dan weet je alvast hoe druk en stressvol onze dag gaat zijn. Maar gelukkig zijn we bijna klaar. Ik ga de case even neerleggen. We hebben de bovenste rij fans hebben we nu erin zitten en de kabels mooi weggewerkt. Met een tie-ripje hier. Oh, het is hier gelukkig een beetje afgekoeld in het weekend. Het moeilijke aan een witte case is dat die zwarte kabels zo hard afsteken. Hè? Zie je dat hier? Kabels die uit die fans komen.
En ik heb net geleerd van die fans boven dat we ze het beste eerst kunnen vast-tie-rippen voordat we ze vastschroeven. Alright. Oh, het ziet er zo sick uit, hè. Kijk eens even, André. Oh, dit is zo lijp. En ik ga nu eens even, want ja, we hebben dus 8 fans met elk 2 kabels eruit. Voor RGB en voor snelheid. Dus dat ga ik nu even wegwerken. Ja, en nu moeten we dit heel mooi gaan cable managen. Tot zo. Dit is het geworden. Ik ben er niet super blij mee. Maar het is zoveel kabel, dat is niet normaal. Ik ga wel nog even die labeltjes eraf knippen, want dat vind ik echt poep lelijk. Dan ga ik beginnen met 24 pins. Maar flex was in principe handiger geweest, maar dat is mijn eigen schuld. Nou, de voeding. Super schattige baksteen, baksteentje, kinderkopje. 750 watt met een gold rating. En het zijn heel nice SFX voedingen. Het zijn volgens mij de meest betaalbare SFX voedingen die dit soort wattages kunnen leveren, want je hebt dus ook nog een 850 watt model. Model, sorry, model. Nou, gelukkig is de voeding heel klein, want dat geeft ons hier ruimte om alle kabels van de voeding weg te werken. Want ik was eigenlijk bang dat we niet echt veel ruimte meer zouden hebben voor daarvoor. Maar dat zou dus eigenlijk wel moeten lukken. Zo. Kabels zijn gelukkig ook niet zo lang, dus het scheelt ook weer. De kaart heeft 2 8 pins, dus daar hebben we ook maar 1 kabel voor nodig. Dus dat scheelt ook. Oh, hier moet je zo hard voor duwen. Hè. Je moet er keihard voor duwen, je kunt er amper kracht op zetten. Dan is het tijd voor de videokaart. En dan kan ik alles afkabelen. En dan is hij klaar. De gloednieuwe all-white game PC die we gaan weggeven. Gratis. Daar is hij. De wit/zilveren Gigabyte Vision RTX 3070. Daar gaan we. Het is echt zo'n lijpe beeld, hè. Ik vind het ook vet dat dat de kaart net niet over die fans heen hangt. Dus je ziet hier gewoon de volledige radiator en fans. Ja, deze kabels, die modmesh, die hebben dus het nadeel dat ze de vorm die ze in de verpakking hebben heel lang behouden. Dus je moet die echt een beetje... We zijn klaar, eindelijk. Dit is het geworden. Heel veel meer kabel dan dit kun je bijna niet in een beeld hebben. Met 8 RGB fans die elk 2 kabels hebben. En cable extensions, waardoor je dus en de hele lengte van een kabel hebt, van een voedingkabel, en nog de lengte van een extension die je weg moet werken. Maar het is gelukt. En het is me ook nog gelukt om de harddrive cage vrij te houden. Want ik dacht eigenlijk dat ik daar kabels in ging duwen. Maar ik heb alles hier gekregen. Het ging wel vrij makkelijk, omdat de voeding relatief klein is natuurlijk. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook heel blij met hoe de Commander Pro en de Lightning Note daar zitten. Heel mooi. Met alle kabels erin. Ziet er wel lekker satisfying uit. En we gaan nu gewoon deze cover nog erop plaatsen. Zo. En dan... Die ging makkelijk.
Nou, dat is altijd een goed teken. Als hij makkelijk gaat, heb je goed gecablemanaged. Uit, nou, aan de persoon die deze wint, gefeliciteerd, ik ben jaloers. Wil je kans maken om hem te winnen? Meedoen kan nog tot en met 11 juli. En 15 juli, dat is juli met een L, maken we de winnaar bekend. Trouwens, juni zou ook raar zijn, want dat is het al geweest. Dus meedoen kan tot en met 11 juli, 15 juli de winnaar. Deze PC kun je winnen met een i9-11900K en een 3070 All White. En ik ga jullie niet langer in spanning houden. Gigabyte, heel erg bedankt voor deze samenwerking. En hier komen de beelden van die super dikke nieuwe giveaway PC. Doei.